Goedemiddag dames en heren, Jozef Televisie van op een zonovergoten terrasse in het mooie Zuidwest-Vlaamse Rumbeke bij Jozef. En Jozef, ik ben juist een beetje in nog verwerkt, vandaar mijn plunje natuurlijk. En best dat je aan het werken zit, Pezidijs. En vandaag, best dat ik aan het werken word, Pezik heb Erik van Tomma. Ik moet u eerlijk toegeven, dat is precies een van de eerste keer dat ik heb Erik Pezen, ook in Novaar. Ja. Erik van Tomma, kan je? Ik kan de figuur in Vlaanderen. Ja, ongelooflijk. En dat is een goed mot gekomen van mij. Ik zie me kort een beetje niet meer veel, maar een heel goede mot. Ik kan hem ook van ook heel klein worden. Ja. Ik ging als een puppenkast aan een keer. Ik had een klein ventje met een korte broek aan, met korte beentjes. Naar school, ging we zeggen, ja. Een puppenkast, ik weet dat de meeste school in die zolle door boven, in Beveren. Hoe hoor ik, jaar op 6, 7, 8, maar ik kan toen het allemaal. Ik weet het ding van gisteren niet meer, maar dat weet ik nog. En het grappigste van hoe was, dat Erik speelde zaven een puppen in zijn puppenkassen. Ja? Je mag dus een pup zaven hoor, gewoon hier, een kunstenaar Erik, en die pup is gewoon een pup. En hij mag ook een pup. Hij zat daar tussen met zijn hoofdboek, hij mag ook zijn leven kan. En hij deed ook niet. Hij mag ook een figuren met die puppenkassen. En waarom pezen we hem? In een van de voorstellingen van Jozef Televisie zegt hij, de commentaren zo, dan ik weet niet meer voor dat was, hij had beter reclame gemaakt, kostte dan een frank verdien. En bijvoorbeeld, had hij dat boy kan, of ik dat Jean-Marie Paf heeft met zijn kolken. Ik zeg, godverdomme, dat is gewoon een flexijob voor ook een pensioen ben. En ik ga dat nu een keer proberen. Maar het is een voorstelling, he. Moet je nu, wijzen die andere groepen voelen, kunnen inschrijven, nee. En kunnen een voorstel doen van, maak ik een liedje over mijn zaal. Oké, okay? Mag je proberen. Bedankt Erik, want ik doe dat voor je heren. En dat is een idee. Maar ik weet waarom, he. Dat is een hele slimme mens. Want ze zeggen, overal zo dat eruit staat, kunnen er geen eisen zijn. Vandaar, he. Zo'n slimme mens, Erik. Mijn liedje gaat over de leefwoord dat moest eten de vrijdag. Ik heb nu gemaakt, mensen, dat ik te gaan. Dat kan zin dat ik zeg, aan heel in mijn hoofd, ik heb hier voor me liggen. Ik kan dat niet zien, het is een beetje gecamoufleerd. En ik kan misschien hier en daar een keer moeten zoeken en kijken, want krubbel-krabbel. Kan ik nu aan het zeggen? Ja, het gaat over de leefwoord, dat moest eten de vrijdag. Maar iedere vrijdag ook, ik tegen woord, als maar minder een beetje. De vrijdag was het vis, he. Ja, dat was het zo. Dat was het onder de gewinte. De vrijdag vis. En de zondag kien, met pijs. Bijvoorbeeld, hé. Zondag, een dag met een naam. Nee, eens een dag met mes moesten. Waar? Nee, slag om slingeren, tot zaterdag. En de zondag was dan. En de vrijdag, vasten. Vest, liefst, kopen vest, de toezen, leefwaard. En daar gaat het over. Ik heb de melodie van een maat van mij, ik was er niet kom. Je was er ook eens in de afwerp, die is Roussos. Die is Roussos. En dat is tolle oog, kom met mijn band doen. Die leefwoord stinkt hun in de wind. Het moest hem eten vroeger, ik was nog maar een kind. En al die stekkers bleven in mijn keel prikken. Ik was benoemd dat een kind even dan moeite ging stekken. Ik hoor hem boe, le koude kerepap. Kreeg hem niet binnen, zelfs niet een kleine hap. En ieder week de vrijdag morgen was het leefwoord niet aan te doen. Komend voor de sponsors. Nu ben ik geroerd en doe daar niet meer omheen. Klaart al die vis voor welk dat is, schoenen in de zee. Nu komt het. En de vrijdag noemen, eet ik een broodje van, ik weet het dan nog niet. Din din die hart betonen,
voor reclame en mijn lied. Een beetje duur. Dat is bijvoorbeeld. Het worstje zacht. De benen over worstje zacht. Maak een keer reclame voor mij. Dan ga ik dat doen. Dan ga ik over zijn benen over hier. Of wie niet dan nog, dat is ook een. Of ga ik wat een neiging doen. Die zegt, mag ik een liedje over mijn zwaar. Dat zou leuk zijn. Ja, ja, natuurlijk. En wie weet, hé, mensen doen dat. Ik heb een aantal volgers, hè, die keer. Niet zoveel, maar ja. Dan ben je. Goed. Dan een keer, Erik. Bedankt. En aan iedereen, een fantastisch weekend. Hé, het is gewoon weer zin. Gaan we met de velo erin, of verwandelen, met een hond, met de vrouwen. Tot nu. Dadah.